Trein Jansen is op weg naar de stad, maar ze moet snel zijn voordat de poorten sluiten. Goedendag, mevrouw. Wat kan ik voor u doen? Nou, ik zou heel graag naar binnen willen gaan, want het is tijd om te slapen, weet je. Ik moet je teleurstellen. U moet maar een ander plekje zien te vinden om te overnachten. Ja, maar waar moet ik dan heen? Want ik kan namelijk niet buiten slapen, hè? Helaas, de poorten zijn gesloten, mevrouw. U moet maar ergens anders proberen te slapen. Probeer de stal van hiernaast misschien, hè? Trein Jansen gaat verder met zoeken. Ze blijft zoeken en zoeken. Tot ze opeens een molen ziet. Hallo, is iemand thuis? Hallo? Hallo! Wie is daar? Ja, ik ben Trein Jansen en ik zoek een plek om te overnachten. Kun je mij misschien een plekje geven? Maar natuurlijk. Ik zie je, ik bedoel het wel zitten. Oh, daar is mijn vrouw. Wie is dat? Oh, ik ben de Trein Jansen en ik wil hier graag slapen. Maar we hebben maar één bed. Nou, daar vind ik wel een oplossing voor. Ik dank u zeer voor uw gastvrijheid. Dank u wel dat ik hier bij u mag slapen. Ja, normaal vraag ik geld voor een overnachting, maar ik denk dat het dit keer wel natura kan. Wat bedoel je eigenlijk, mijn heer? Nou, zoiets had je. Vanaf het moment dat ik je zag, kon ik me nauwelijks beheersen. Kom hier! Maar meneer, wat bent u toch zo direct? Dit gaat toch veel te snel voor mij, hè? Praatjes willen geen gaatjes. Nou, oké. Dan zie ik je vanavond in de molen. Ja, ik zie wel. Ik weet het niet, hè? Ik wil je en ik zie je vanavond. Met je man alleen was, wilde hij een afspraakje met me maken. Hij drong zo hevig aan. Maar waarom? Ja, hij dronk zo erg aan dat ik met hem in de molen moest gaan slapen. Ugh, walgelijk, ik kon er gewoon niet tegen. Wat? Zie je nou, is het niet verschrikkelijk? Dat flikt er nu altijd. Trein Jans, kleed me zoals je wilt. Ga jij dan in mijn bed liggen, meid? Wees maar niet bang, ik maak het verder wel in orde. Ik zorg dat de jager in zijn eigen strikken gevangen zal worden. Jans, is me een beest wat ik nu weer meegemaakt heb? Wat heb je meegemaakt dan? Ik ben net even met de Trein Jans naar de molen geweest voor een slippertje en er was me een wilderit. Oeh, maar dat zou ik wel zelf een beetje van midden meemaken als het kan. Nou, weet je wat? Het is toch donker, ze herkent je niet. Dan kan jij er ook nog wel even overheen. Oeh, dat zou ik wel heel fantastisch vinden. Joey! Joey! Ja, Joey! Ja, luisteren, Rabau. Wie denk je dat je hier vindt? Is dit liefde, luizenbos, waar jij me mee bemint? Jij hoerenloper, jij schobbejak. Een vrouw heeft te veel fatsoen. Goed aan dit schandelijk overspel mee te doen. De bliksem zal jouw lichtzinnige hersenpan nog eens spreken. Jij zult de dag niet beleven dat je een vinger naar me uit mag steken. Krijg de ziekte, wees vervloekt en smerige schaaf uit. Heer, hoe kom ik aan zo'n man? Ach, de tranen stromen mijn ogen uit. Alle duivels, ik heb me vergist, daar viel lelijk tegen. God allemachtig, ik heb de bazin aan het spit geregen. Mijn hart klopt zo snel, ik beef over mijn hele lijf. O zakkenlood, wat ging dat mens tekeer, ze vloekte me steef. Wel baas, ik heb me vergist. Ik dacht dat ik dat mens pakte, maar het was je vrouw, zonder dat ik het wist. Oh, jij smeerlap, kon je niet zien wie je voor je had? Hoe kon ik het nou zien? Het was helemaal donker. Het was gewoon die vrouw bij de deur, zei u. Wat maakt het uit? Ze wist niet dat ik het was. Maar ik weet het wel, dat is het probleem. Hier strandt het schip. Nee, Joosje, wij passen niet meer bij elkaar. Ik zeg je dat je moet gaan. Ik zou me geen raad weten als ze merkt dat ze het met jou heeft gedaan. Daar is je loon. Neem je kousen en je schoenen en al je andere spullen. Ik ben niet kwaad, maar ik wil niet het andere van mijn vrouw smullen. Wat? Hoe durf je mee te ontslaan? Zou ik jou eens onderhanden nemen, vuile schavuit?
Wat durf zo'n toon tegen me aanslaan? Als je nu niet vertrekt, maal ik je ballen met de molensteen. Wat? Oh, ik ga maar weer. Hey, de ballen! Ja, haal het jij maar op je ballen. Nee. Ik dank je voor al je goede zorgen. Nu moet ik gaan. Kom het eens terughalen. Je had het immers niet hoeven doen. Ach meid, het was niets bijzonders. Gewoon burgermansfatsoen. Als je weer voor een gesloten poort staat, ben je welkom, beste meid. Nou, adieu, Aaltje Melis. Adieu, Trein Jans. Nou, Trein Jansen heeft haar les wel geleerd. En kinderen, al ziet men de lui, men kent ze niet.